kersttijd. M25 Delft wil dat mensen die geen thuis hebben of op straat leven, ook de kerstsfeer kunnen beleven. De kerststukjes worden uitgereikt bij de jaarlijkse kerstviering voor dak- en thuislozen. Waarbij M25 helpt. Wij scheppen hier het eten op en wij helpen tijdens de vieringen met kaarsjes uitdelen. En verder doen we een kleine handtaspan. Die ze straks nog eventjes wat schoonmaken en dan is het voor ons ook weer klaar. Ik heb een lijstje met wat erop staat, maar er komen nog heel veel dingen tussendoor. Dus volgens mij zit ik nu op 25 activiteiten. Maar dat is nog niet alles. Daar komen we nog wel een aantal dingen bij. Okay. We organiseren iedere maand voor demente bejaarde mensen in Stefana leuke avonden. We hebben een fruitavond, spelletjesavond, muziekavond en natuurlijk ons grote Sinterklaasfeest. M25 is een jongerenorganisatie die zich inzet voor groepen die kwetsbaar zijn in de samenleving. En met kinderen die afhankelijk zijn van de voedselbank gaat M25 naar een voetbalwedstrijd. Ja, we zijn goed. Lekker! Zie niks. Ja, ik kom er zo weer. Boven je hoofd is niet vanzelfsprekend voor sommige mensen. Voor ons gelukkig wel. En iedere avond eten op tafel is voor ons gelukkig ook normaal. Maar voor heel veel mensen is dat niet zo. En er zijn ook mensen die moeten vluchten. Dat hoeven wij gelukkig niet. Vroeger liep ik over straat en zag ik dakloze mensen uit een prullenbak eten en dacht ik, eeuw, daar liep ik met een grote boog omheen. Toen ik bij M25 kwam, toen zag ik dat dat ook mensen waren. En dat die mensen geen keuze hadden dat ze wel uit de prullenbak moesten eten omdat ze verder niks hadden. En daar leer je dan ineens wel heel erg veel van. Je gaat je eigen omgeving en je eigen dingen veel meer waarderen. Ik kan hun problemen niet oplossen, maar kan het allemaal wel leuker en aangenamer maken. En dat geeft een heel goed gevoel, een glimlach van iemand die het minder heeft als wij, die is onbetaalbaar.